Hi allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met een gloednieuwe aflevering van Q-Time. En iedere keer vertel ik jullie weer dat je met je Q-Time zoveel verschillende dingen kan doen. Dus waarom ook niet gaan naar Villa Zapacara? Nou, je moet ook gewoon zeker gaan, want ze bestaan 15 jaar en ze gaan een heleboel leuke dingen doen. En vandaag is Coco hier en ze gaat me er alles over vertellen. What we need is a little Q-Time. Hi Coco. Dag Helene. Hoe gaat het? Goed, met jou. Het gaat beter, want ik ga naar Villa Zapacara. Ja, leuk. jullie bestaan 15 jaar. Ja. Tell me everything. Ja, Villa Zapacara bestaat 15 jaar. Mm-hmm. Op 27 november. En ons SAPLAB, ons technische laboratorium, bestaat 4 jaar. Dus dat gaan we natuurlijk, een beetje uitbundig vieren. Nee, zeker weten. 15 en 4 jaar. Ik kan nog herinneren toen ik 15 was. 4, niet zozeer. Maar 15 was een goeie. Goeie puber. Ja, zeker. Maar ja. Oké. Jullie gaan het uitbundig vieren. Maar wat gaat er nou eigenlijk precies gebeuren? Wat moeten we doen? Want we komen sowieso niet voor die koek en die sap. We komen voor... Something special. Ja. Dus de kinderen die langskomen met de scholen in de week van 27 november gaan onze tour extra feestelijk beleven. Mm-hmm. En op 30 november, de zaterdag, gaan we voor het publiek iets leuks doen. Mm-hmm. We hebben een boonkop serie waar kinderen hun eigen speelgoed, hun oude speelgoed mogen verkopen. En daarnaast hebben we wat feestelijkheden, springkussen, popcorn, schaafijs, lekkere dingetjes, bakkebanen. Nee, daar moet ik zijn. Ja, toch? En Villa Zapacara staat eigenlijk bekend als een museum voor kinderen. Ja. Maar is het leeftijd gebonden of mag ik het met mijn... grijze draden zelf ook een bezoekje brengen. Ja, jullie, alle leeftijden zijn meer dan welkom. Onze hoofddoelgroep is weliswaar kinderen, maar we hebben een tijd geleden er echt voor gekozen om het kindermuseum een beetje los te laten. We zijn een museum voor jong en oud. We ontvangen dagelijks schoolklassen vanaf 6 jaar. En bij onze huidige tentoonstelling die afgelopen augustus open is gegaan over de Javaanse cultuur in Suriname... hebben we ook een speciaal programma voor de 12-plus doelgroep. En dat is voor alles daarboven, elke leeftijd, jullie meer dan welkom. Dan ben ik oké. En de hele week, dus in de verjaardagsweek, gaan de scholen dus langskomen. 30 november is de grote activiteit voor het publiek. Hoe laat begint het? Voor de mensen die nog niet weten waar Villa Zapacara is, waar moeten ze zijn? Is het gratis? Als ik genoeg oud speelgoed thuis heb en ik wil meedoen met de Boonkop-serie, wat moet ik doen? Hoe moet ik daarvoor betalen? Mag ik gewoon mijn truck brengen en de boel komen parkeren daar zo? How does it work? Ja, het is gratis te bezoeken voor iedereen. We gaan om 10 uur van start en we zijn ongeveer tot 2 uur open. We hebben 18 standjes waar de kinderen zelf kunnen verkopen. Die zijn al bijna allemaal vol, want het gaat hard. En daarnaast hebben we wat ondernemers die lekkere dingen gaan verkopen, wat snacks, et cetera. We zijn gevestigd aan de Prins Hendrikstraat op het terrein van ons erf. Helemaal naar achter rijden en daar vind je de oase van Villa Zapacara. Nou, duidelijker kan het niet, meid. Het enige wat nog rest is, dat november snel komt. Ja, ja. We kijken er heel erg naar uit. In het vorige gesprek vertelde je ons ook dus dat er een nieuwe tentoonstelling is, want ik keek ook naar de outfit en Now it makes sense. You get it. En dat jullie ook een soort escape ding hebben. Ja. We hebben een escape game speciaal ontwikkeld voor de 12-plus doelgroep. We nodigen naast de basisscholen nu ook de middelbare scholen, de MULO's uit, om langs te komen. Dat is allemaal ontwikkeld in samenwerking met ons technische lab, het SAPLAB. Mm-hmm. En we hebben een escape game, dus een spannende game ontwikkeld. Waarmiddel je eigenlijk door middel van het oplossen van puzzels ontdek je de tentoonstelling. De tentoonstelling gaat dus over de Javaanse cultuur in Suriname. Die is uniek in de wereld. Want de Javanen die hier naartoe kwamen, de contractarbeiders, hebben heel veel van hun eigen cultuur meegenomen. Zoals veel van de andere bewoners. En een eigen draai gegeven aan de cultuur zoals ze hem kenden, vaak uit Java.
Maar het heeft natuurlijk ook modernere twist gekregen. Veel inspiratie ook uit andere delen van Indonesië. Dus ze kunnen bijvoorbeeld leren gamelan spelen. Ze gaan een stop-motion video maken. Ze krijgen meer te weten over hoe de contractarbeiders naar Suriname kwamen. Onder welke omstandigheden. Uiteraard moeten we niet vergeten de keuken. Echt notities, hè, want wanneer ik daar kom met spel te spelen, kom ik om te winnen. Ja, en het leuke is dat je in de hele tentoonstelling zijn verborgen aanwijzingen. Mm-hmm. Die je als reguliere bezoeker niet zal herkennen. Maar als je het spel speelt, ga je daarna op zoek. Spannend. Ja. Nou, dat kan ik dus ook doen als ik 30 kom. De tour zal op gezette tijden zijn. Het is geen volledige tour. We gaan er wat sneller door het museum heen. Mm. Maar dan krijg je wel een beetje een voorproefje van hoe en wat. En wat er allemaal te zien is. Nee, spannend. Ik zou zeggen dat het snel november moet worden. 1. Ik hoop dat jullie een volle, overvolle bak hebben. Want je vertelt het zo enthousiast. En ik zie dat je geniet van het werk wat je doet. En ik denk dat meer mensen dit zouden moeten zien. Dus ik hoop dat het een geweldige dag voor jullie wordt. En ik wil jullie alvast van harte feliciteren met jullie 15-jarig bestaan. Ik hoop dat jullie nog heel lang bij ons hier mogen zijn. En nog meer tentoonstellingen mogen doen. En nog meer leuke activiteiten voor de kinderen mogen organiseren. En ook misschien voor de iets ouderen. Zodat we ook meer naar het museum gaan. Ja, dankjewel Jelena. We kijken er heel erg naar uit. We nodigen iedereen uit om langs te komen. Zeker op 30 november. Maar we hebben ook regulier normaal in aanloop naar 30 elk weekend mooie workshops voor de kinderen. Zowel voor de leeftijd 6 tot 12 jaar als 12 plus. Er is ook steeds meer interesse vanuit jonge entrepreneurs, ondernemers. Die graag ook met het SAPLab willen werken. Dus daar komen ook wat hele mooie workshops voor aan. We hebben nog een naschoolse opvangprogramma, als je er echt geen genoeg van krijgt. Waarbij we dagelijks kinderen opvangen. En op een spelende manier zorgen dat we een stukje huiswerkbegeleiding. Ja, is heel leuk. Nee, jullie hebben alles gedacht. Nee, jullie moeten blijven. Over 15 jaar zit je weer hier. Echt. Ik hoop eerder. Of ja, natuurlijk mag ook. Volgende week wel, is ook goed. Dank je. Nee, Coco, bedankt voor het komen. Mm-hmm. En heel veel succes. Thanks. En ik kijk ernaar uit. Kijk er ook naar uit dat je met je nichtjes komt. Die mensen niet te zeggen, toch? Maar nu gaan ze het zien en nu moet ik ze echt brengen. I can't back out now. Oh ja, ja, ja. You keep your word. Yeah, you got me. Nogmaals bedankt voor het komen. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag was Coco van Villa Sapacara bij ons in de studio. En Villa Sapacara bestaat 15 jaar. En dat gaan ze vieren. Dus als je in de week van 27 november met je school langs gaat, krijg je de extra special verjaardag door. Maar als je 27 niet redt of je school je niet stuurt, dan kom je gewoon 30 november. Want dan is de echte celebration. Er is een boek op serie, gaan snacks zijn. Er zijn zoveel dingen die gaan gebeuren, dus jij mag het gewoon niet missen. Dus als jij erbij wil zijn, vraag je mama of je papa mee te brengen. Voor alle informatie ga je gewoon lekker naar de Facebookpagina van Villa Sapacara. Blok het op je agenda, want jij gaat daarbij zijn. And remember, your time plus my time is cue time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.